Hallo vrienden, mijn naam is Bert Suik. Ik woon 28 jaar in België al. Sommigen van jullie kennen mij als beeldend kunstenaar, maar ook als interieurkunstenaar. Dat is een beetje een overzichtje van het werk wat ik doe. En sommige mensen kennen mij als beeldhouwer. En sommige mensen kennen mij als kunstschilder. Ik maak zo van allerlei soorten stijlen. De ene maand denk ik van, nou, laat ik dit eens doen. Komt dat in me? De andere maand denk ik van, ah, dan gaan we dat thema eens doen of dat thema. Ik heb zoveel fantasie. Ik moet nog 100 jaar worden om al mijn fantasieën om te zetten in realiteit. Dit is bijvoorbeeld het laatste werk wat ik gedaan heb. Ook gebaseerd op het feit dat alles energie is. Een mens is energie. Vandaar dat wij dus een batterij zijn, een zender, een ontvanger. Wij kunnen telepathisch met elkaar communiceren. Maar wij kunnen ook foute energie opslaan in ons lichaam. Die dus zeg maar ons cellenleven totaal ontregeld, kapot maakt. En dan kun je wachten op een verschrikkelijke kwaal. Hier kun je dus zien, dit is gemaakt van oude batterijtjes. En wat mooier is om een batterij te nemen als symbool voor de mens die ook een batterij is eigenlijk. En sluit een beetje aan bij de nieuwe stijl van afval verwerken tot kunst, hè, recycleren, noem maar op. Ik heb dus zeg maar getracht om daar wat met marmertechnieken zeg maar een soort achtergrond te creëren voor deze vrouw en man die aan het dansen zijn. Ik vind het leven moet een feest zijn. Ik zie graag dansende mensen die plezier hebben. En zoals ik het leven zie, heb ik geprobeerd dat dan in dit schilderij te verwerken op symbolische wijze. Wat eventueel ook nog energie is, is bijvoorbeeld dit schilderij. Deze twee mannen, die denken dat ze bovenop de aarde staan. Die staan hier. En die zijn er echt heilig van overtuigd dat ze bovenop de aarde staan. En op hetzelfde moment is er een vrouw die ook denkt dat ze bovenop de aarde op een soort sofa ligt. En allebei denken ze hetzelfde, maar één is er niet helemaal correct bezig. Dus als die vrouw op die sofa ligt hier, dan kleven die mannetjes die ook denken dat ze bovenop de wereld staan, die kleven dan met de voeten tegen het plafond aan. En dat is met dit schilderij ook zo. Deze vrouw op de sofa, terwijl die mannetjes met de voeten tegen het plafond aankleven. En daar heb je die twee mannetjes. Of mannetje en vrouwtje, dat maakt niet uit. Dus dat heeft te maken met de aantrekkingskracht van de aarde. Dus dat is ook weer een vorm van energie. Dan heb ik hier ook nog. Een schilderij heeft ook met energie te maken. Het zijn prima ballerina's, extra large. En die zijn in staat om een gewicht eigenlijk door mediteren te verkleinen. Zodat ze, ondanks dat ze overgewicht hebben, kunnen ze toch een voorstelling geven. Dat kunnen ze. En dit ben ik eigenlijk. Ik ben nu in de fleur van mijn leven. Ik heb het allemaal zo wel eens bestudeerd op geestelijk en biochemisch gebied en ook op energetisch gebied. Ik voel me nu net een bloem die open is gekomen. Ik hoop echt van harte harte dat iedereen dat moment gaat meemaken dat hij dus ook openbloeit qua kennis en qua vooruitzicht in het leven en zo. En ik hoop al mijn wijsheid en kennis die ik heb vergaard in mijn leven, hoop ik te kunnen delen met de mensen. Zodanig dat ze dus in plaats van slachtoffer zijn van hun DNA of zoiets, erachter komen dat ze eigenlijk heer en meester zijn over hun eigen leven. En dat de toekomst er een stuk zonniger uitziet voor ze. Uh,
En sommige mensen kennen mij als de ontwerper van dit gezondheidselixer. Dat heeft 3 bewezen functies. Op papier. Het is ook haast niet te geloven, maar het is echt zo. Ik heb het op papier staan. Het lost de aderverkalking op. Zodat je die sluipmoordenaar van dichtslippende aderen teniet gedaan wordt. De vrijgekomen kalk die wordt hergebruikt voor de aanmaak van kraakbeen. Ja, hoeveel mensen zijn er niet versleten? En ik heb dit ook mogen geven aan een vrouw, moeder van een vriendin van mij. En die heeft al 20 jaar suikerziekte. En nadat ze 8 maanden deze fles had genomen, een borrelglaasje of 2 per dag, mocht ze van de dokter, van de huisarts, geen insuline meer spuiten, omdat ze anders te weinig suiker zou hebben in haar bloed. Dus zij, haar alvleesklier is genezen. Niet dat die fles het doet, maar stelt het immuunsysteem in staat om zichzelf te repareren. En ik heb ook nog wat andere ervaringen, maar als ik die ga vertellen, dan denken ze dat ik een charmeur ben, of een charlatan, of een idioot, of wat dan ook. Maar er zijn nog veel mooiere dingen gebeurd, maar dat weten alleen mensen om mij heen.